Voordat ik antwoord geef op uw vraag, wil ik gebruik maken van deze gelegenheid om mijn collega's, alle collega's binnen de politieorganisatie, die zich inzetten in die strijd tegen het COVID-19-virus, te complimenteren. Vanaf dag 1, ongeacht de situatie, zijn ze aanwezig. Ongeacht de gebrekkige middelen, zijn ze er om die strijd aan te gaan. Om antwoord te geven op uw vraag, het is bij u allen bekend dat de politie in de avonduren de lockdown overtreders overbrengt naar de politieacademie. En vanavond is het weer zo'n situatie. Als u de minister van Justitie en Politie onder andere gevolgd heeft, dan zult u gemerkt hebben of gehoord hebben dat hij heeft aangekondigd al een tijdje geleden dat de overtreders van de COVID-wet zullen worden beboet. Het moment is daar. U zult straks merken dat iedereen die overgebracht wordt naar de politieacademie wordt beboet voor de overtreding die ze dus hebben gepleegd. Dat is waar wij mee bezig zijn. Hoe ziet de boete eruit? Het is verschillend van overtreding tot overtreding. In elk geval, degene die vanavond het lockdownuur overtreden, die hebben een boete van 350 SRD te betalen. Heb je geen mondkap op, dan betaal je een boete van 150 SRD. En is het zo dat we op een feestje komen, een feestje aantreffen terwijl dat verboden is, dan betaalt u 2000 SRD. Als degene dat geld op dat moment niet hebben, hoe gaat de politie verder te werk? Ik mag u aangeven dat de boetes niet bij de politie betaald worden. Deze wetgeving is bestuurlijk. De minister van Justitie en Politie is aangewezen om de boete te innen. Wat dus betekent dat u die boete betaalt op het nummer, het rekeningnummer welke op het boeteformulier is aangegeven. Hoe zal het gecontroleerd worden of de mensen nou werkelijk gaan betalen? Die administratie wordt door de minister bijgehouden. Feit is dat die boete in elk geval wordt opgelegd. De overheid heeft dat ruim van tevoren aangegeven. De minister heeft het benadrukt. De politie heeft het in een aantal interviews willen delen met de gemeenschap. Het moment is hier. 31 december is morgen. Welke oproep doet u aan de samenleving? We blijven erbij. Surinamers, wij houden van feesten. Surinamers, wij vinden het altijd prettig om het jaar op een feestelijke manier af te sluiten. Maar het zijn wij Surinamers die te kampen hebben nu met een pandemie. Het beroep welke het Korps Politie Suriname doet, is dat wij ervoor kiezen dat wij het jaar gezond wisselen. Dus we kiezen voor onze gezondheid van 2020 naar 2021. En als we die strijd tegen de pandemie hebben overwonnen, dan kunnen we feesten.